Het was al een dringend advies, maar nu is het verplicht. Mondkapjes in de publieke ruimte. Iedereen moet ze vanaf vandaag dragen. Goedenavond. Hoe blijft de cultuursector overeind in coronatijd? Koningin Maxima was vandaag in Nijmegen om het van de medewerkers persoonlijk te horen. Zeer goed geïnformeerd en ook heel erg betrokken bij de culturele sector, bij de makers en bij de instellingen. En in Herwijnen groeit de hoop dat een defensieradar toch niet naar hun dorp komt. En als de staatssecretaris de democratie accepteert, dan is het eind in zicht. Vanaf vandaag geldt in de publieke ruimte een mondkapjesplicht. In bijvoorbeeld winkels, musea en theaters moet iedereen nu een mondkapje dragen. Eerder was dat nog een dringend advies. Op verschillende scholen was er al een mondkapjesplicht, maar een mondkapje op zak hebben blijft lastig. Ik ben mondkapje weer vergeten. Worden regelmatig inderdaad, en vooral in de ochtend, de mondkapjes vergeten. De middelbare school in Doorwerth had voor de herfstvakantie een tiental coronabesmettingen. Toen is er direct een mondkapjesplicht ingesteld. De minister van Onderwijs zei, scholen kunnen al besluiten om hem eerder in te voeren. Hebben we dat meteen gedaan, zoals vele scholen. Dus dat betekent na de herfstvakantie half oktober. Ik twijfel er een klein beetje aan. Want nou ja, ik zou zeggen, doorstoffen mondkapjes heeft niet echt heel veel zin. Er zijn een aantal leerlingen natuurlijk, die blijven er altijd tussen. Die dan hun mondkapje opzetten als ze hier langs lopen. En dan zetten ze hem daarna weer af in de gang. Onderling worden leerlingen wel aangesproken van doe even je mondkapje op. Op dit moment één leerling waarbij coronabesmetting heeft plaatsgevonden. En één docent. Heeft het mondkapje geholpen, de verplichting? Dat weten we natuurlijk niet. In de binnenstad in Arnhem zetten ondernemers niet direct winkelend publiek buiten de deur als ze geen mondkapje dragen. Ik denk de toon maakt de muziek. Als je vriendelijk vraagt om een mondkapje op te doen, wij geven ze ook weg als mensen ze niet bij zich hebben, dan denk ik dat het geen probleem is. Wat vindt u van de mondkapjesplicht? Vind ik belachelijk. Ik vind dat mensen gewoon beter aan hun immuunsysteem moeten werken, gewoon gezond leven. Nou, gewoon niet op, buiten dan. Binnen, als we met heel veel mensen op elkaar zitten, dat begrijp ik het wel, dat we mondkapjes erop moeten doen. Ik ben zelf arts en ik merk ook dat het gaat meer leven bij iedereen, dat je toch je meer bewust bent dat we op het moment nog niet in de veilige zone zijn. Het was een grote verrassing voor het personeel van Concertgebouw de Vereniging en Stad Schouwburg Nijmegen. Het bezoek van koningin Maxima vandaag. Ze hoorden pas een uur van tevoren dat Maxima kwam. De koningin kwam om de culturele sector in Nijmegen een hart onder de riem te steken. Even voor 12:00 vanmiddag kwamen ze aan bij de vereniging. Koningin Maxima, voor een werkbezoek van 2 uur met vertegenwoordigers van de culturele sector in Nijmegen. Die heeft het zwaar vanwege corona. Ze is ontzettend goed geïnformeerd en ook heel erg betrokken bij de culturele sector, bij de makers en bij de instellingen. Schouwburg, theater, poppodium, allemaal missen ze nu een groot deel van hun inkomsten. Maxima kreeg het allemaal te horen. Ook wat er gedaan wordt om toch een beetje door te kunnen draaien in deze periode. Zo krijgen studenten van de Radboud Universiteit les in de vereniging. Na een uurtje ging het bezoek te voet naar de Stad Schouwburg. Ze was langer dan ik dacht. Ja, en toch anders. Ja. Maar ja, we zijn natuurlijk hartstikke trots dat ons bedrijf is uitgekozen voor een bezoek. De koningin werd getrakteerd op een liedje van de Nijmeegse singer-songwriter Ruben Schaap. Hij was heel verrast toen hij 3 weken geleden hoorde dat hij voor Hare Majesteit mocht optreden. Voor een moment dacht ik wel, ik zou toch niet in bananensplit zitten, ja. Maar na een paar minuten had ik wel in de gaten dat het echt is. En dat is gewoon heel leuk, ja. Na 2 uurtjes is het bezoek voorbij. Koningin Maxima zwaait af. Haar bezoek verandert niets aan de realiteit. Maar iedereen zal met een glimlach aan vandaag terugdenken. We moeten natuurlijk alle zeilen bijzetten, dat is wat we doen. Maar wordt heel erg gewaardeerd dat gezien wordt en dat die belangstelling er is. In Reden heeft een arrestatieteam geschoten op een man die brandbommen gooide naar de politie en een deurwaarder. De verdachte is aangehouden en met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Ook een lid van het arrestatieteam raakte gewond. Incident ontstond nadat een deurwaarder langs ging bij het voormalige bejaardenhuis Rederhof, dat al jaren leeg staat. Hij had een ontruimingsbevel bij zich, waardoor de verdachte vermoedelijk door het lint ging. Halen de inwoners van Herwijnen dan toch nog hun gelijk in Den Haag?
begint het op te lijken. In Herwijnen wil Defensie een radar plaatsen die het luchtruim beschermt tegen gevaar van buitenaf. Maar inwoners vinden dat het dorp met nog een radar te veel straling krijgt. Bij het dorp staat namelijk ook al een weerradar van het KNMI. Sinds deze week is de meerderheid van de landelijke partijen tegen de plannen. En volgende week wordt erover gestemd. De politieke partijen vinden Herwijnen geen geschikte locatie voor de radar, omdat dit dan de situatie zou zijn. Veel straling bij het dorp. Zij vinden net als de inwoners dat het kabinet op zoek moet naar een betere locatie. Is het al tijd voor opluchting? Op het moment dat de moties zijn aangenomen en de staatssecretaris aangeeft, dan gaan we een andere locatie zoeken. Dan is er tijd voor opluchting. De Kamermeerderheid tegen de plannen ontstond deze week door een motie van het CDA. Gemeenteraadslid Ad van Krieken heeft contact met zijn landelijke partijgenoot Martijn van Helvert, die de motie indiende. Is het ook een harde nee vanuit de landelijke politiek van het CDA volgens u? Ik denk het nu wel, ja. En daar ga ik ook alles aan doen. En om dat ook echt een harde nee te laten worden en te laten blijven. Ja. Wat kunt u doen? Ik blijf mijn vriend is er tegenwoordig, mag ik wel zeggen, Martijn van Helvert, blijf ik bestoken. Ja. Ondertussen zamelt het inwonerscomité geld in om eventuele juridische stappen tegen de plannen te zetten. Het is wel zo dat dit deel waarschijnlijk de kosten die tot nu toe gemaakt zijn grotendeels gaat dekken. We gaan gewoon nu door met de werving. Zolang er niks zeker is, gaan wij door. Want de race is nog niet gelopen, maar het ziet er wel goed uit. En als de staatssecretaris de democratie accepteert, dan is het eind in zicht. Papieren tasjes gevuld met plantjes. In Arnhem-Zuid kun je ze overal tegenkomen. De gemeente hoopt dat alle tasjes gevonden worden en dat de plantsoenen er binnenkort een stuk groener uitzien. Het voelt een beetje als een mix van Sinterklaas en paaseitjes zoeken. Een dag na de plofkraak op de geldautomaat in Westervoort is de naastgelegen Jumbo weer open. In de nacht van zondag op maandag bliezen drie daders de pinautomaat op. De Jumbo liep vooral schade op aan de buitenkant van het pand. Maar bij de naastgelegen delicatessenzaak is de schade veel erger. De ontploffing heeft alle stellages omvergeblazen. De eigenaar hoopt binnen een week weer open te kunnen, omdat december voor winkeliers een topmaand is. Het beschuit met muisjes in Burgers Zoo vandaag. Een van de twee leeuwinnen heeft een drieling geworpen. Het gaat om drie vrouwtjes. En in juli kreeg de andere leeuwin al een mannetje en een vrouwtje. En hun vader, dat is dezelfde leeuw als de vader van de net geboren drieling. Mensen die de welpjes willen zien, die moeten wachten tot januari, want eerst moeten ze worden ingeënt. In totaal zijn er nu 8 leeuwen in het leeuwenverblijf. Ja, en de man die in mei van dit jaar een explosie veroorzaakte in de Nijmeegse wijk Hillekesakker stond vandaag voor de rechtbank in Arnhem. De 63-jarige man wordt ervan verdacht dat hij de explosie opzettelijk heeft veroorzaakt door zijn huis vol met gas te laten lopen. Bij de explosie werden het huis van de man en dat van zijn buurman totaal verwoest. En daarom eist woningvereniging Woonwaarts 7,5 ton schadevergoeding. De man, die kampte met een alcoholverslaving, zegt zich niks van de explosie te kunnen herinneren. De zaak is nu aangehouden omdat de rechtbank eerst een psychologisch rapport wil afwachten over de geestesgesteldheid van de man. De droogte baart de Achterhoek enorme zorgen. En daarom moeten er zo snel mogelijk projecten worden opgestart om de droogte tegen te gaan. Deze winter staan waterschap, boeren en grondeigenaren weer op scherp om alle regen die valt vast te houden. Maar er is meer nodig en daarom worden er de komende jaren tientallen miljoenen euro's uitgetrokken. Dit is natuurreservaat het Aaltense Goor. Jarenlang stond het gebied onder druk door verdroging. Door dit voormalig boerenland aan te passen, moet het water zich hier thuis gaan voelen. Het vlondertje, dat is eigenlijk het niveau waarop we nu staan, dat was het oude maaiveld. Dat hebben we afgegraven, de bovenlaag. En er is een patroon gemaakt voor water wat vanaf buiten het gebied in het gebied ingelaten kan worden. Wat hier kan bezinken en wat vervolgens langzaam afgegeven wordt naar de rest van het reservaat. En in de bodem kan infiltreren om de droogte tegen te gaan. Het waterschap is blij dat de werkzaamheden klaar zijn, maar als we de droogte tegen willen gaan, dan moet de handrem eraf. We zijn nu 8 jaar verder en nu is het plan gerealiseerd. Dat is eigenlijk best een lange periode. Dus als we meer van dit soort plannen willen uitvoeren, dan moeten we dat nog sneller gaan doen met elkaar. En we moeten het ook vooral met elkaar doen. Met alleen het uitvoeren van dit soort projecten ben je er niet. Ook al kun je
al het regenwater dat valt vasthouden, dan nog zal het in sommige gebieden droog zijn. We zijn ook aan het kijken, onorthodoxe maatregelen, bijvoorbeeld of je water van de IJssel aan kunt voeren naar dat soort gebieden om te infiltreren. Dat zijn behoorlijk ingewikkelde processen, maar ze worden nu wel echt onderzocht. Op de korte termijn staat water vasthouden op nummer 1. Dat kan door duikenafsluiters en stuwtjes te plaatsen, maar ook door aanpassingen in het gebied, zoals hier in het Aaltense Goor. Dan is de verdroging voor een deel tegengegaan, ja, voor zover we dat hier hebben kunnen beïnvloeden. Met de landelijke actie in Den Haag nog vers in het geheugen, was er vandaag opnieuw een actie van boeren rondom het stikstofbeleid. Zo'n 40 boeren verzamelden zich voor het provinciehuis in Arnhem. Zonder trekker dit keer om de boodschap niet te overschaduwen. Maar een enkeling kon het toch niet laten. De boeren willen in gesprek met gedeputeerde Peter Drent. Tot nu toe levert de samenwerking met hem niet het gewenste resultaat op. En zij willen dat dat verandert. Inwoners van de wijken in Arnhem-Zuid vinden sinds enkele dagen op de gekste plaatsen papieren tassen met daarin 8 plantjes verstopt. De gemeente Arnhem hoopt dat de vinders de plantjes gebruiken om de openbare plantsoenen te verfraaien. Want Arnhem-Zuid moet groener. Buurtconciërge Henry Oost verspreidt de tassen met de plantjes her en der door de Arnhemse wijken. Het is de bedoeling dat wij de bewoners in Arnhem-Zuid bewust laten worden van het nut en functie, het belang van groen in de wijk. Daarom deelt de gemeente honderden tassen uit met daarin zeker duizenden plantjes. Het is dan ook de bedoeling dat bewoners samen hun leefgebied vergroenen, verfraaien. Deze wijkbewoner gaat direct aan de slag, want de openbare plantsoenen vindt hij nu maar niks. Nou, het ziet er niet uit. Ja, dat kunt u zelf ook zien. Het is allemaal onkruid. Maar met de 8 verschillende plantjes per tas kan het alleen maar mooier worden. Bijvoorbeeld de ganzerik, vrouwenmantel, lavendel, kattenkruid, nieskruid. En het zijn allemaal plantjes die goed groeien in het openbaar groen. Maar openbaar groen is toch een taak van de gemeente. Is dit beknibbelen op de gemeentelijke huishoudpot? Nee, dat is niet de bedoeling. Het is echt de bedoeling om, als bewoners nog niet weten dat ze iets kunnen doen aan de openbare ruimte, dat ze op deze manier echt iets zelf ook te gaan doen. Als je in een verstenen straat bijvoorbeeld woont. Ik vind het een prachtige actie. Ik hoop dat veel mensen de aanleiding vinden om ook de gemeentetuin een beetje wat beter te versieren. Inmiddels is de helft van alle plantjes uitgedeeld. Het voelt een beetje als een mix van Sinterklaas en de paashaas. En nu maar wachten op de lente. Van DJ naar postbezorger. Dat is de carrière switch van Arnhemmer Laurens Trimp sinds de uitbraak van de coronapandemie. Hij moest wel, want er zijn geen feestjes meer en dus ook geen boekingen. Zo zien zijn dagen er nu uit. De bus vullen met pakketten in het postsorteercentrum en daarna de wijk in om de pakjes te bezorgen. Maar gisteren voelde het even als vanouds. Na zijn dienst mocht hij plaatjes draaien voor zijn collega's. Dat is voor hem een uitlaatklep, maar dat is ook voor de medewerkers. Ja, gezellig op het postsorteercentrum. Dan het weer van Weerplaza. Vanavond komen er enkele opklaringen voor en de wind neemt verder in kracht af. Vannacht raakt het vrijwel bewolkt, maar het blijft wel droog. De temperatuur zakt onder de bewolking niet verder dan 4 graden. Morgen dan blijft de bewolking overheersen en lokaal kan een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen houden we het gewoon droog. De temperatuur loopt op naar ongeveer 6 graden en er staat een zwakke wind uit veranderlijke richtingen. En dan nog de vooruitzichten. Donderdag start met wat zon. Later op de dag volgt vanuit het zuidwesten regen. En dan neemt ook de wind toe bij maximaal 6 graden. De dagen daarna wordt het geleidelijk kouder. En dit was het Gelders Nieuws. Op onze site en onze app een verhaal over een grote cocaïnevondst in Rotterdam. Verstopt tussen haarproducten die bestemd waren voor een bedrijf in Nijmegen. Het hele verhaal op gld.nl. Ik wens u nog een fijne avond.